Welkom bij Café Weltschmerz TV. Ik ben Katelijne Schrama en vandaag ga ik in gesprek met Dick Veerman, de initiatiefnemer en oprichter van Foodlog.nl. Welkom, Dick. Goedemorgen. Goedemorgen. Foodlog is een online platform. Op jullie site staat dat jullie het nieuws willen duiden over voedsel en voeding. Hoe lang bestaat Foodlog al? Sinds juni 2005. Dus dat is al bijna 11 jaar. Oké. 2005, oké. En kun je vertellen wat de aanleiding is geweest en waarom jullie dit opgestart hebben en wat je doel is met Foodlog? Ja, het is ooit ontstaan door een initiatief van Marco Derksen. Dat was de oprichter van Marketing Facts. Die werkte vroeger voor mij en die zei, moet je kijken wat ik gedaan heb, dat moet jij ook doen. Ja. Oké, zei ik toen, nou, zal ik eens over nadenken. En zo is eigenlijk als een grap Foodlog ontstaan. Dat was bij mij in de zomer op mijn dakterras in Utrecht. En toen zeiden we, laten we dat gaan doen. En toen zei ik dus, maar dat wordt geen site over recepten. Want hij zei, jij met al jouw verhalen over eten, daar moet je wat mee doen. En het is dus een site geworden uiteindelijk dat echt alles bestrijkt wat met voedsel te maken heeft. Dus gezondheid, hoe wordt het gemaakt, hoe wordt het gedistribueerd. Hoe zit voedselpolitiek in elkaar? Hoe zit gezondheid in elkaar? Wat is nou de waarheid over vet? Nou, inmiddels ben ik erachter, die bestaat niet. Wat is de waarheid over suiker? Hetzelfde verhaal, die bestaat niet. Hoe belangrijk zijn al die micronutriënten? Nou, dat weten we ook niet. Hè, dus al dat soort dingen, daar zijn we in gaan graven. Ja, en zo is die site dus uiteindelijk best groot geworden. Hij is gegroeid en uitgegroeid. En nu is hij wat hij is geworden. Maar het is een online platform. Er zijn ontzettend veel mensen die meepraten daarin. Van allerlei pluimage, begreep ik. Ja. Dat kunnen boeren zijn, wetenschappers. Wat nog meer? Gewone consumenten. Iedereen kan meedoen. Iedereen kan meedoen. En het gekke is, in de loop der geschiedenis hebben we het steeds moeilijker gemaakt om mee te doen. Dus voor 2011 kregen we zo langzamerhand iedere draadje, heet dat dan, hadden we 400-500 reacties, omdat je zonder account kon meepraten. Mm-hmm. Dat zijn we steeds moeilijker gaan maken. En wat ontstaan is een soort, het klinkt heel gek, maar het is een soort intelligente Muppet Show. Ook de Muppet Show is intelligent. En het zijn dus heel duidelijke, uitgesproken mensen uit hun vak. Mm-hmm. En die kunnen het verwoorden, ze durven het ook. Want de drempel om op Foodlog mee te doen is eigenlijk heel hoog. Dat is een probleem en het is een zegen. Want als je dat niet doet, dan krijg je alles mee. Maar we hebben op een goed moment een keus gemaakt. Ga je, zoals geen stijl, alles maar toelaten? Of ga je proberen mensen die, bij wijze van spreken, bijna karikaturen zijn. Hè? Dat bedoel ik helemaal niet negatief. Maar kun je echt die karakters die in de samenleving zijn, kun je die, als het ware, de articulatie maken van wat leeft. Nou, en dat is wat Foodlog is. Het is bijna een bijzonder rariteitenkabinet van iedereen door elkaar. En daar zijn inderdaad consumenten, wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven, boeren, groene boeren, plankgasboeren. Alles is daar door elkaar. Met hier en daar een verdwaalde politicus, maar die doen het liever in Den Haag. Dus die doen het liever niet, zoals ik dat noem. Hè. Die komen niet in de onderheid. Mm-hmm. Want Foodlog is een beetje de onderheid. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat is, als het ware, de complexiteit van de samenleving die zijn eigen problemen veel beter kan duiden dan de overheid dat kan. Nou, de overheid denkt nog dat je dat van boven kunt doen. Ik denk dat je dat veel beter van beneden af kunt doen. En dat bedrijven, boeren, burgers veel beter zijn in het maken van beleid dan dat de overheid dat is. En die overheid is weer heel erg belangrijk om het te borgen, budgetteren en handhaven. Nou, dat is een model wat ik probeer langzaam te gaan laten lopen. En is het ook, zeg maar, vanuit het idee dat bepaalde verhalen gewoon niet besproken worden anders?
kwam het ook daaruit voort, die noodzaak om dit op te zetten? Ja, ik ben opgeleid. Een van mijn opleidingen is in de wijsbegeerte. En ben me dus heel erg bewust van frames. We noemen dat tegenwoordig frames. Vroeger heette dat op zijn Frans discoursen. Ja. Maar waarheden bestaan binnen een paradigma. Ja. En inderdaad, die paradigma's die laten je de wereld op een bepaalde manier zien. Maar tussen die paradigma's bestaat weer een andere wereld. En als je tussen die paradigma's een gesprek op gang brengt, dan kom je misschien verder. Want we zijn heel erg gepolariseerd. Nou, dat oplossen van die polarisatie, dat gebeurt soms heel hard. Hè? Dan lijkt het alsof dat polariserend is. Dat is denk ik inderdaad heel erg nodig. Want biologisch gaat de wereld niet redden. Maar alles alleen maar intensiever maken met monoculturen, dat gaat de wereld zeker ook niet redden. Ja. Hé, die twee dingen zijn niet waar. Ja. Oei, hoe nou verder? We moeten terug naar het oerdieet. Ja, welk oerdieet? De tomaat is geen tomaat meer. De sinaasappel is geen sinaasappel meer. De appel is geen appel meer. Als je een oorspronkelijk sinaasappeltje neemt, dat was ongeveer zo'n vruchtje. Dus ja, we leven in een wereld die niet meer is wat die was. En we doen hele rare dingen. Neem die discussie over glyfosaat die nu gaat. Hè? De landbouwgif. Landbouwgif, ja. Monsanto, Roundup. En het Europese parlement moet het verbieden. De staatssecretaris Martijn van Dam die zei afgelopen zaterdag, ja, eigenlijk voelt hij er zelf ook niet heel veel voor. Maar ja, de wetenschap zegt anders. Ja, daar moet je dan ook naar luisteren. Maar als je er nou heel simpel filosofisch naar kijkt, dan moet je je de vraag stellen, waarom maken we ons heel druk om glyfosaat, Roundup, waarvan we niet weten of het giftig is, want dat kunnen we niet vaststellen. En dan willen we het toch verbieden. Dat zou best kunnen vanuit het voorzorgsprincipe. Hè? Als je niet weet of iets schadelijk is, dan moet je het niet doen. Maar waarom verbieden we steden dan eigenlijk niet? Of verbieden we het rondlopen zonder mondkapje in de stad niet? Want één ding is heel duidelijk bewezen. Ja. Dat is zeer kankerverwekkend. Vele malen kankerverwekkender dan glyfosaat. Dus dat zijn allemaal van die hele rare dingen. Hè, die moet je bij elkaar zien. Ja, en dan snap je, moeten door op de een of andere manier. Ik denk ook het probleem is dat heel veel mensen iets over zo'n onderwerp zeggen die daar eigenlijk gewoon geen kennis van hebben. Dus je krijgt dan krijg je inderdaad een gepolariseerd gesprek. Weet je wel, iedereen, nee, ja, maar je hebt geen gesprek meer. Terwijl er zijn natuurlijk wel mensen die er wel verstand van hebben en die weten hoe ze het moeten gebruiken. Want ik bedoel, in de natuur zijn er ook heel veel stoffen die heel erg schadelijk voor je kunnen zijn. Dus ik bedoel, nou ja. Dat is wat er gebeurt. Dus nou ja, interessant. Maar ik wil even een stap verder maken. En eigenlijk een stap maken naar die geglobaliseerde wereld. Want daar zit volgens mij ook, zeg maar, de probleem dat heel veel mensen gewoon niet meer weten en geen contact meer hebben met dat platteland en dat voedsel. Maar er komt ook heel veel op mensen af, weet je. Dus als je gewoon al naar de supermarkt gaat. Ik heb even een kleine soort van supermarkt safari gedaan, zo noem ik het maar. Ik ging niet heen om boodschappen te doen. Ik ging alleen kijken waar iets vandaan kwam, welk land het vandaan kwam. Mijn eerste instantie was, dit zijn allemaal producten uit Amerika die echt daar geproduceerd zijn. Maar ik kwam ook iets anders. Ik ging even naar de vers voedsel, zeg maar. Gewoon de groenten, de dingen. Ik noem je even wat landen op waar alles vandaan komt. Er gaat nu een telefoon. Die laten we gewoon gaan. Nou, heel veel voedsel dat komen uit de bekende landen, uit Israël, Spanje, Marokko, Egypte. Weet je wel? Maar nu lag er ook bij mij om de hoek in de supermarkt verse mais, Senegal. Mais gesield, Thailand, broccoli, Kenia, sperziebonen, Kenia, mango, Mali, Burkina Faso, Thailand. Passiefruit, Zimbabwe, druiven, India, avocado, Peru, asperge, Peru, ui, Chili. Nou, dan wat vlees, struisvogel uit Zuid-Afrika, rundvlees uit Uruguay, Argentinië, Australië. Rozijnen vond ik interessant, kwam uit Oezbekistan, Turkije en Australië. Nou ja, weet je, die hele geglobaliseerde wereld is in die supermarkt. Ja. En wordt daar maar eens wijs uit, zeg maar. Een andere interessante vond ik in een andere. Maar die telefoon die net ging, die komt ook uit de hele wereld. Ja, precies. Voor een groot deel uit China, daar komen zelfs de grondstoffen vandaan. Precies. Maar bijvoorbeeld uien was interessant. De uien uit Nieuw-Zeeland lagen naast de uien uit Nederland. De uien uit Nieuw-Zeeland waren 2 kilo voor 1,99. De uien uit Nederland waren 1 kilo voor 1,19 euro. Daar is natuurlijk iets geks aan de hand. Ja. Nou,
Kan je mij vertellen, ik denk dat je daar ideeën hebt over hoe dat krachtenveld in elkaar zit? Dat is gewoon een markt. En op die markt kun je producten inkopen. Wat je nog vergeten bent te bekijken is misschien waar komen de biologische producten vandaan. Ja. Heel veel biologische producten komen namelijk niet uit Nederland. Maar uit landen meer oostwaarts waar je veel goedkoper biologisch kunt produceren. In Duitsland zijn boeren al aan het protesteren, want ook biologisch werkt niet meer. Hè. Wij denken nog dat dat een niche is waar een boer geld in kan verdienen. Maar die begint rijp te worden en zo gaat het door. Dit zijn allemaal commodities. Hè. Dus broccoli is een broccoli, een ui is een ui. En waar koop je hem in? Waar die het goedkoopst is als die geen ander onderscheid is, heeft. Dus ik weet niet of je rode uien of witte uien had. Hè? Dus die hebben een onderscheid. Nee, dit waren gewoon een normale Dit waren allemaal uien. Dezelfde uien. Ja. Nou, dat vind ik interessant. Ik weet niet waarom de Nederlandse uien goedkoper zijn. Want misschien had die je die... duurder. Oh, die waren duurder. Ja, die waren toch... Duurder. Oh, gelukkig. Ze waren toch duurder. Ja. Ja, ik zou ze dan ook wel duurder maken. Want dan komen ze uit Holland. Ja. Hè? Want dat heeft een meerwaarde. Nou, daarmee zie je al, het wordt gepositioneerd naar een consument toe. Wat geeft hij er toe? Want in slechte jaren kosten die uien niks. Hè, worden ze ondergeploegd, maar kosten ze in dat netje nog steeds 1,99. Dus de relatie tussen prijs en eindproduct is er niet noodzakelijk. En dat is niet omdat het allemaal zo rot is, maar dat gaat allemaal in een keten. Dus je hebt, het zit heel complex in elkaar en heel weinig mensen weten dat. Dus om, wat zullen we eens nemen... Neem Pringles. Mm-hmm. Pringles zijn van die chips die gestanst zijn. Yeah. Die zijn gemaakt, gek genoeg, van diervoeders. Van feed-grade aardappelen. Die zijn namelijk veiliger dan food-grade aardappelen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het beter. Mm-hmm. Alleen dat weet niemand. Het is diervoeder eigenlijk. Ja, ik geloof dat die aardappelen in die hele tube... die kosten... iets van 2 of 3 cent. Gemaakt en wel. Hè? Dus dan zijn ze eerst vermalen, door een heel proces gegaan, gestanst, gebakken enzovoort. Wat die tube kost, weet ik niet, want ik eet ze eerlijk gezegd nooit. Ik vind ze namelijk niet zo lekker. Ik ben dol op chips. Ik heb liever de echte en niet die. Maar die aardappelen, die kunnen overal vandaan komen. Het maakt niet uit. Je neemt gewoon de goede feed grade poeder, want die passen in jouw machine. En die moeten voldoen aan een bepaald ingrediënten. Hè? Dus nutriënt, een bepaald profiel. Hoeveel koolhydraten zitten erin, hoeveel eiwitten zitten erin. Nou, zo koop je dat. Dus dat gebeurt in een geglobaliseerde wereld. Neem een pak melk. In een pak melk kan melk zitten uit een pak gewoon Friesland Campina melk. Hè? Uit Friesland, uit Drenthe. Met ondermelk uit België of Duitsland en bovenmelk uit Limburg. Met ook nog een snufje uit Noord-Holland. Dus die processen, die melk, die wordt namelijk zo samengesteld dat die altijd hetzelfde smaakt. En dat willen we ook, want als die anders smaakt, dan zegt die consument, dat willen we niet zo. Ja. Nou, en dat begrijpen we allemaal niet, want we denken, melk komt toch gewoon uit een koe en gaat dan in een pak. Ja, nee, dat is dus niet zo. Nou, bij een auto stellen we ons dat soort vragen niet. Dan kopen we een auto en als die BMW heet, dan komt die uit Mercedes. Niet uit Mercedes. Gelukkig nog niet, dan komt die uit Duitsland. En bij voedsel beginnen we ons de vraag te stellen, waar komt het allemaal vandaan? Nou, het zijn allemaal dezelfde complexe systemen waarbij grondstoffen die commodities zijn, worden ingekocht. Die worden verwerkt, die gaan door een keten heen en die liggen uiteindelijk in een winkel. Nou, en hoe komen nou die uien daar uit Nederland? Hè? Want we maken meer dan voldoende uien precies. Om onze supermarkten helemaal vol te gooien. Mm-hmm. Waarom halen we ze ook elders vandaan? Ja. Omdat het één markt is. Het is één wereldmarkt waarop je kunt inkopen. Ja. Dus dat doe je ook. Ja. Nou, dat gebeurt. En dat vinden we raar ten aanzien van voedsel. Dat vraag ik me vaak af. Hè? Waarom zijn we zo druk? Want ik erger me daar wel eens aan. Waarom zijn we zo druk over ons voedsel? Waarom vraag ik me niet af waar de wol van deze trui vandaan komt? Mm-hmm. Ik zou het niet weten. En heel bewuste mensen kopen dan ook zo'n trui. En dan is die van katoen. En dan weten ze dat die organic is. Maar waar het vandaan komt, geen idee. En misschien komt het ook wel van verschillende herkomsten organic. Ja. Waarom maken we ons bij voedsel daar zo druk over en bij andere dingen niet? Hm. Mijn antwoord is, omdat dat onze religie geworden is. Ja, ja. God is dood. Ja.
En eten stoppen we in ons lijf. En dat zijn we zelf. Hè? Dus we zijn zelf goden geworden. En dat voedsel, dat bouwt ons. Dus we zijn heel erg bang op de een of andere manier. Dat wil zeggen, er is een groep mensen heel erg bang. En voedsel is een vorm van religie, van identiteit bouwen. Dus daar heeft dat mee te maken. Nou, die geglobaliseerde wereld, die is een feit. Die is op alle fronten een feit. Helemaal in de supermarkt. En ook in de supermarkt dus. Ja, en zo zit hij in elkaar. Want wie maakt zich druk over suiker waar het vandaan komt? Nou, ik had nog een paar dingen gedacht. Er zaten een aantal Afrikaanse landen tussen, waar dan bijvoorbeeld Kenia, Mali, Burkina Faso en Zimbabwe. En ik had op de United Nations sites gekeken en daar staan die landen dat daar voedselschaarste is. Ja, dus dat daar niet genoeg voedsel is voor de mensen om daar te voeden. Toch worden die mango's hier naartoe gestuurd. Dus daar zit natuurlijk wel een soort morele probleem, zeg maar. Ja. Dat is een voedselverdelingsprobleem. Yeah. Er is genoeg voedsel in de wereld om de hele wereld te voeden. Alleen krijg je dat voedsel alleen als je het geld hebt. Yeah. En dus krijg je die hele rare situaties. Er zijn prachtige foto's van. Jan Douwe van de Ploeg, de Nederlandse socioloog, heeft in zijn boek The New Peasantry, staat een hele mooie foto van een plantage die exporteert, die is helemaal groen. En dan iets daarnaast wat helemaal verdord is, want daar is geen geld voor. En die natuurlijk ook gaat verdwijnen, want met irrigatie gaat die andere erbij gepakt worden. Ja. En dan wordt het geëxporteerd. Ja. Dus die landen die hebben, de bezitters daar willen deviezen hebben, die exporteren. En de bevolking heeft geen geld. Mm-hmm. Dan krijg je dit. Ja. En daar moet je dus inderdaad naar kijken. Hoe ga je daarmee om? Maar het is een verdelingsprobleem. En dat zijn sociale rechtvaardigheidsvragen, waar je naar, nou, dat is de hele discussie, hoe doe je dat, hè? Hoe maak je mensen autonomer? Hoe meer je een markt maakt van de wereld, en heel veel mensen leven niet in de markt, maar leven arm op het land, worden daarvan verjaagd, en dan komen ze in de stad op een vuilnisbelt. Mm-hmm. Nou, dat zijn de werkelijke vraagstukken. Ja. Die mensen komen nu overigens naar Europa, hè, vanuit Afrika. Die gaan het voedsel achterna, denk ik. En dat probleem, dat lost zichzelf natuurlijk een keer op. Want dat zijn een soort volksverhuizingen. Ja. Waarbij, het is niet eens voedsel. Hè? Ja, voedsel is natuurlijk heel primair. Dan ga je het vooral doen. Maar het heeft te maken met, jullie hebben wel heel veel meer dan wij. Ja, welvaart. En dat pikken we niet langer. Ja. Dus dat schip, de wal keert dat schip een keer. Ja. En dan krijg je vanzelf vormen van revolutie. Want het zijn ook niet natuurlijk de domste mensen die vertrekken. Ja. Integendeel. Het zijn de slimmere mensen, want die nemen het initiatief. Ja. En ook bijvoorbeeld de Arabische lente toen in Egypte. Ik kan me nog herinneren dat er in de krant stond dat toen de voedselprijzen ontzettend omhoog gingen. Dus daardoor was ook een deel van die chaos die er ontstond. Natuurlijk, mensen gingen gaan protesteren als ze het niet meer kunnen betalen. Ja, dat was, hoe heette die ook alweer, Mohammed. Ben zijn achternaam even kwijt, maar die had een groentestalletje. Ja. Jongen met een academische opleiding, en dat mocht niet. Ja. Maar inderdaad, toen gingen dus de wereldgraanprijzen gingen omhoog. En dat maakt voor ons niet uit in het brood. Maar als je niet veel verdient en dat soort producten maakt dus een groot deel van jouw besteedbaar inkomen uit, neemt een belangrijk deel, dan krijg je dit. Ja. En dat is een belangrijk deel van die Arabische lente. Ja. Even terug naar Nederland. Ik heb hier wat dingen liggen. Bijvoorbeeld maïsmeel. Dit. Van Pan. Hier in de supermarkt gekocht. Er staat netjes bij hoe je recepten, hoe je alles moet doen. Maar er staat, het komt uit Amerika, zoals al deze producten. En er staat ook op dat het genetisch gemodificeerd maïsmeel is. Dus het is gesubsidieerd vanuit Amerika, neem ik aan. Het is gemodificeerd, wat volgens mij officieel in Europa niet toegestaan is. Maar je kan het gewoon. Nee, de teelten zijn niet toegestaan. De invoer wel. Natuurlijk. Een duidelijk verschil. Ja. Want het gaat ook het veevoer. En net als in Duits bier zijn er dus sporen. Als je het eet, dan heb je glyfosaat in je plasje. Ja. Ja, bij dit ook waarschijnlijk. Bij dit waarschijnlijk ook, Ja. En wat mij opviel toen ik al die Amerikaanse producten. Nou, dit is ook zo'n prachtig voorbeeld. Er zit ook de hele menu zit. Het zit erbij hoe je het moet klaarmaken. Je bent meteen klaar, je hebt geen kookboek meer, niks meer nodig. Nee, dat kun je op leven. Precies. Het is een soort
voedsel voor soldaten. Hè? Het is legervoedsel. Ja, en ik heb dus laatst op Quora was er zo'n vraag waar wat eten arme Amerikanen dan? Ja, nou dit. En dit is dus ook echt wat ze eten. Ja, ja. Dat klopt. Alleen... Nou zit ik hier nog even naar te kijken. Staat hier daadwerkelijk op dat het genetisch... Nou, dat is dus geweldig, want dat is niet verplicht. Dus het is complimenten dat ze dat doen, hè? Want dat is nog niet verplicht. Ja. Ja. Het begint nu verplicht te raken, maar dat is dus echt helemaal netjes. Hele verantwoorde producent, wat dat betreft. Ja, en heel veel mensen die denken dat het niet ingevoerd mag worden in Europa, maar dat is dus niet zo. Dat is niet zo, nee. Er is een ban op de teelten, maar niet op... Niet op de producten waar het in zit. Ja, oké. Nou, dat is te helder. Nou, dan zijn dit allemaal zo van die voorverpakte dingen. Deze was wel interessant. Dit is Skippy pindakaas. Amerikaanse pindakaas. Ja, alleen hij is in Tahiti zijn die pinda's natuurlijk geteeld. En het is... Maar Calvé maakt ze ook niet in Nederland, pinda's, hè? Precies. En dan is het in Amerika, zit het bedrijf, het hoofdkantoor. En als je een vraag wil stellen, dan moet je naar iemand in Oostenrijk of in Nederland mailen. Dat is toch goed. Dit is toch een mooi voorbeeld. De wereld als dorp, terwijl Jimmy Carter pindaboer is. En niet voor niks. Ja, ja. Nou, dit is de realiteit, denk ik. En het viel mij ook op dat eigenlijk kon ik niet zo heel veel producten vinden die echt uit Amerika kwamen. Maar heel veel Amerikaanse bedrijven hebben natuurlijk dependance in Europa. Die zetten hier een fabriek neer. Of ergens anders, weet je wel. En dan... Maar bijvoorbeeld al die frisdrankmerken en alles. Maar waar komt nou de benzine vandaan die je in je auto gooit? Ja. Komt die uit Saoedi-Arabië, uit Kuwait, uit Texas, uit de Noordzee? Ja, goeie vraag. Weten we ook niet. Nee. Nee. Weet Shell ook niet meer? Nee, denk het ook niet. Nee. Gaat ergens in de productielijn. Die kan het minder goed traceren dan Skippy. Ja, ik snap het. Dus eigenlijk doen ze het in de voedsel nog best goed. Ik denk het wel, want als er iets meer is, dan moeten ze wel weten waar het vandaan komt. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld hier ook zoete aardappels. Ik weet, een paar maanden geleden waren het ook gewone aardappels. Nou, dat is hetzelfde als het uienverhaal. Weet je wel, we hebben echt zoveel aardappels in Nederland. En waar kwamen deze vandaan? Deze kwamen uit Amerika. Covington, ja. Walnoten kunnen wij heel goed telen in Nederland. Er wordt niet zoveel gedaan. En het seizoen was dit jaar heel slecht. Alles is mislukt, geloof ik. Dus deze komen uit Amerika. Ja. Zijn vaak gesield, geloof ik, zodat ze niet uitlopen. Ja, die moet je bij de Lidl kopen. Die hebben echt de allerlekkerste walnoten uit Zwitserland. Die zijn echt geweldig. Zijn beter. En wat me hier nou aan opvalt, dat is dat die aardappel een groen vinkje hebben. En dat het blauwe vinkje, ik heb wel eens gezegd, als je dat nou market als minder kut, dan gaan mensen dat begrijpen. Hè? Want dat zet je normaal op ijstaart die minder suiker bevat. Ja, dus dit is minder dan dat. Maar nou zijn opeens noten, die moet je eten van onze gezondheidsraad, 15 gram per dag. Die hebben een blauw vinkje. Ik vind het heel intrigerend. Dit ga ik eens aan Vinkje vragen, waarom deze dingen een blauw vinkje hebben. Ik begrijp er niks van. Nee. Goed, dat is duidelijk. De collectie, ik krijg nog meer verrassingen zo. Ja. Ja. Maar we hebben dus dit systeem met consumenten, producenten, voedselverwerkingsbedrijven, banken, een wereldhandelssysteem. In dat systeem, wie trekken daar nou aan het kortste eind uiteindelijk? Want het gaat natuurlijk ook heel erg over macht en over hoe dat verdeeld wordt. Het gaat absoluut over macht, er zijn machtsposities. Wie trekken aan het kortste eind? Wie trekt aan het langste eind? Mm-hmm. Dat is heel duidelijk. En dat is? Dat zijn consumenten. Oké. Okay. Want voedsel is maar heel... Maar zo voelen ze dat niet, denk nee, ik. Nee, die voelen dat niet zo. Maar consumenten trekken ongetwijfeld aan het langste eind, want hun voedsel is goedkoop. Wie trekken de meeste winst uit het systeem? Als je goedkoop voedsel wil dan. Dat is je andere vraag. Nou, heel rijk zijn de families Schwarz en Albrecht. Mm-hmm. En die eerste, dat is van Lidl. En die andere zijn van Aldi. Mm-hmm. He, die lui zijn echt miljarden rijk geworden. Ja. Niet een klein beetje. Behoren tot de rijkste families van Europa. En toch zijn hun producten heel goedkoop. Ja. Dus wat zij doen is een hele hoge omloop krijgen. Mm-hmm. En van alles een cent nemen. Ja. En als je dus van een miljard product een cent krijgt, dan is dat meer dan wanneer je van 1000 producten een euro krijgt. Ja. Nou, dat is dus een principe. Die mensen verdienen er het meest aan. Maar is er nou sprake, dat is een hele interessante vraag, hè? Is er macht en eerlijkheid? Hoe zit dat in elkaar? Nou, er is een systeem en dat systeem is relatief dom.
Mm-hmm. En daarin zijn mensen, die hebben ook die posities natuurlijk gecreëerd, die in staat zijn om die hoge volumes te draaien. Ja. Dat hebben ze wel zelf gedaan. Ja. Hè? Daar hebben ze hard voor gewerkt. Ja. Zijn ze trots op, denk ik. Zijn ze trots op en ze verdienen geld. En als ze het niet meer doen, verdienen ze geen geld meer. Dus er is een markt waarop heel veel grondstoffen zijn. Ja. Anders kun je dat niet doen. Ja. Dus je kunt zeggen, degene die te veel grondstoffen in omloop brengt, en een varken is een grondstof, hè? Mm-hmm. Tarwe is een grondstof. Maar daar zit ook soja, een soort van probleem. Hè? Soja is een grondstof. Ja. Pinda is een grondstof. Ja. Mais is een grondstof. En er komen dit soort producten uit. Ja. Aardappelen zijn grondstof en product in één. Ze moeten nog wel in een zakje bij je gebracht worden. Als er dus heel veel grondstoffen zijn, dan worden ze goedkoop. Ja. Dus het beginprobleem zit niet te veel grondstoffen maken. Ja. En daar begint echt een probleem. Er wordt te veel gemaakt. Ja. Dan daalt de prijs. En dan kun je dus, dan breng je dit systeem in ontwikkeling, tenzij je het zou gaan reguleren. Mm-hmm. Nou, dat reguleren is eigenlijk gewenst. Mm-hmm. Omdat het ongewenste effecten heeft. Mm-hmm. Nu eigenlijk nog niet. Wat er nu gebeurd is, wat in West-Europa, naar mijn vaste overtuiging gebeurt, daar zijn we de hele boerenstand aan het uitroeien. Mm-hmm. Is dat gevaarlijk voor ons voedselsysteem? Nu niet. Want er is genoeg wat zich weer elders opbouwt. Over 20, 30 jaar gaan we erachter komen wat het probleem echt is geweest. Mm-hmm. Dan hebben we namelijk in Europa, in Oost-Europa, teelten opgezet die zo groot zijn, die bodems zo uitwonen, dat we dan een ecologisch probleem hebben. Hier hebben we allemaal hele bijzondere worst en drie hobbyvarkens. Mm-hmm. Die voor 3-4% ons maagaandeel gaan vullen. Mm-hmm. Maar we hebben de kennis niet meer ontwikkeld hoe we het ding wat natuurlijk tussen die twee vormen van teelt zit. Mm-hmm. En waar we de wereld mee moeten voeden, hoe we dat moeten doen. Wat we nu aan het doen zijn is dus heel veel opbouwen in Zuid-Amerika, in Oost-Europa. Amerika komt verder in ontwikkeling. Dit doen we ook in Afrika, hè, daar waar de Chinezen het aan het opbouwen zijn. En dat is groot industrieel aan landbouw gaan doen. Mm-hmm. En die grote industriële landbouw is buitengewoon efficiënt in output. Mm-hmm. Als je kijkt naar kilo's, als je kijkt naar de inputs die het nodig heeft in energie, is het rendement negatief, want er moet meer olie in dan er aan calorieën uitkomt. Hè. Dus het heeft eigenlijk een negatief rendement. Maar dat merken we niet, want de olie is niet zo duur. Maar op den duur, als die olie op is, en stel dat die renewable energiebronnen, hè, dat is nog maar de vraag of daar ooit genoeg van is. Ja. Als dat systeem klapt, pats, dan is de boel op. En daar zit dus het echte probleem. Eigenlijk zou je moeten reguleren om die ongewenste goedkoopte, want voedsel is eigenlijk echt heel duur. Mm-hmm. Maar omdat we niet merken hoe duur het is, is het goedkoop. Nou, dan krijg je vanzelf mensen die zijn handig en die gaan die posities maken. Maar je zou er dus eens met z'n allen heel goed over na moeten denken. Jongens, waar gaan we naartoe? Nou, het probleem is, die plek waar je daarover na kunt denken, die bestaat niet. Want het is heel duidelijk dat daar wordt geen beleid voor gemaakt. Het, is een taboe zelfs om de analyse zo te maken. Ja. En waarom is het een taboe? Ik ben niet de enige die dit snapt, hoor. Maar er zijn genoeg mensen die dit snappen. Maar in de beleidsgremia weet ik niet of iedereen het snapt. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar het probleem opwerpen is een zo groot probleem opwerpen. Daar word je zo weinig vrolijk van, want het is onoplosbaar. Je krijgt het niet georganiseerd. Mm-hmm. Dat we maar liever doorgaan en zeggen, er moet een eerlijke prijs komen! Ja. Nou, ja. Ja. Een eerlijke prijs bij een markt die overvoerd is, die je niet reguleert. Ja. Wilt u niet van die onzin praten, zeg ik dan altijd. Ja. Nou, zo zit het systeem ongeveer in elkaar. Ja. Zo erg is ook het probleem. Ja. En tenzij je de open plek in het bos vindt, hè, je vroeg me wat is foodlog, dat probeert die open plek te zijn. Je moet dat ergens bespreekbaar maken. Nou, in Den Haag is dit niet bespreekbaar. In Brussel is dit tussen de landen niet bespreekbaar, want die hebben een hele ingewikkelde verhouding. Maar ja, je zou er toch eens ergens over moeten praten. Nou ja, ik las van het weekend van staatssecretaris Van Dam die van in landbouw. Las ik een heel artikel over zijn toekomstvisie. En als je het inderdaad goed leest, je moet heel goed lezen, maar dan lees je dat er niks gaat veranderen. Toch precies hetzelfde. Ja, nou ja, er komt nu een innovatiebeleid. En dat gaat zorgen voor
Ja, meer nieuwe producten. Maar dat kunnen boeren niet. Nee. Want boeren zijn opgevoed al 100 jaar. Dat heeft iets te maken met de eerste landbouwcrisis eind 19e eeuw. Met wij moeten veel voor weinig maken. En dat doen we goed. En dat is ook waar. Die kun je niet gaan zeggen, maak een eindproduct waar het geld in zit. Want dat doen ze namelijk niet. En je kunt ze ook niet zeggen, ga dit merk maken, want dat kunnen ze ook niet. Nee. En ze willen zelfstandig blijven. Dus wat je krijgt met boeren is heel veel boeren die niet georganiseerd zijn, die overproduceren. En het systeem is natuurlijk gebaseerd op die overproductie. Mm-hmm. Want dan kun je het goedkoop inkopen. Mm-hmm. Dus als je kijkt naar Zeeland, maar de aardappel. Maar dat is ook gunstig voor de industrie. Dat is gunstig voor de. Nou, een heel leuk voorbeeld. Ja. Dus aardappelen, er zijn altijd weer te veel aardappelen. Ja. En dan daalt de prijs. En ja, de aardappelhandel en de frietmakers vinden dat natuurlijk eigenlijk prima. Want dan daalt de prijs. Ja. En die kunnen ook zeggen, dan zeggen die boeren, we moeten een beetje meer hebben. Dan zeggen ze, nou ja, dan gaan wij het ergens anders halen. Ja. Nou, dan kun je tegen die boeren zeggen, en als je nou is gewoon een jaartje niet teelt, ja, zeggen ze, dan gaan ze ergens anders. Ja. En dan moet je dus zeggen, ja, maar het volume neemt wel af. Ja. En je moet wel extra rijden. Ja. En dat gaat toch van je marge af. Ja. Als jij kwalitatief goede aardappelen wilt hebben zoals wij ze leveren. Nou, dat gebeurt dus niet. Hè? En je vroeg me, wie trekt aan het langste eind? Hier zou ik dus ook zeggen, de boer is wel degelijk een beetje dom. Want hij organiseert zijn eigen machtspositie niet. Ja, maar misschien. Maar nog even naar, weet je, kijk, ik denk dat heel veel mensen, Die regulering van die voedsel en het zeg maar die hoge productie. Ik denk dat heel veel mensen denken dat het op een bepaalde manier is ook voor een bepaalde zekerheid te hebben. Hè? Dat er altijd genoeg voedsel is, daar worden mensen rustig van. Ja. Maar als je heel eerlijk bent, bijvoorbeeld, er zijn een aantal gewassen die worden gesubsidieerd, sommige niet. Graan bijvoorbeeld wel. Is die subsidiering nou om zeg maar die prijs laag te houden en het gunstig voor die industrie te houden? Of is het voor die consument en voor de bevolking, zeg maar? Dat vraag ik me dan af. Nou, na de Tweede Wereldoorlog was die beroemde nooit meer oorlog. Nooit meer honger, nooit meer oorlog. Als de prijs van voedsel laag is, kan de rest van de welvaart zich ontwikkelen. Ja. We zitten, ja, die percentages, maar in de westerse wereld betalen we ergens, hè, de Amerikanen zitten heel laag, zitten op 9% geloof ik, wij zitten daar wat boven. Maar zeg zomaar 10-15% van ons besteedbaar inkomen, gemiddeld, betalen wij aan eten. Ja. Nou, dat was een beetje hoger in de jaren 50 nog, dat was voor de Tweede Wereldoorlog nog veel hoger. En in de 19e eeuw was het heel veel hoger. Hè? Ja. Heel veel meer dan de helft van ons inkomen ging daarin op. Nou, wil je de rest van die economie ontwikkelen en mensen dus rustig houden, nooit meer oorlog, dan wil je dus ook inderdaad goedkoop voedsel. En zo is ook het Nederlandse of het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid ontstaan. Boer produceer, als u overproduceert, helemaal geen probleem. Wij nemen het namelijk af tegen een gegarandeerde prijs. Ja. Toen kreeg je boterbergen, daar hoor je nu niet meer over. Hè? Mm-hmm. Melkplassen, boterbergen, graanbergen, wijnplassen. Toen, daar zijn we mee gestopt en wij zijn het inkomen gaan financieren van boeren. Hij verdiende te weinig, dus we gaven hem een inkomenstoeslag. Ja. En nu gaan wij toe naar een vergroeningen. Dat is heel interessant. Ik denk namelijk dat dat niet gaat werken, omdat de boer dat niet trekt. De Amerikanen zorgen er ook voor dat die hele lijn blijft lopen. Graan wordt voor een heel groot deel voor vlees gemaakt. Ja. Dus als je vlees relatief goedkoop wilt houden en je wilt gaan exporteren, dan zorg je dus dat die graanprijs laag blijft. Kennelijk heb je toch de hectares, want daar kun je allemaal van leven. Daar maak je geld in. En je gaat geen sla exporteren als Amerika. Dat is heel onhandig om water over oceanen. Hè? Maar dat doe je met vlees wel. Dat kun je ook met graan als veevoer. Dus zo besluit je inderdaad tot het financieren van goedkoop voedsel vanuit een, gek genoeg, sociaal-economische visie. Ja. En die sociaal-economische visie is natuurlijk aan revisie toe. Die klopt niet meer. Want we kunnen zo niet doorgaan. Het is daadwerkelijk zo dat de productie van dierlijk eiwit een enorm beslag legt op olie, op water.
Dat kan zo niet doorgaan. En dat betekent dus dat er revisies moeten komen. Maar die revisies, die zijn zo ingrijpend. Je hele systeem klapt in elkaar. Ja. Je moet tegen mensen gaan zeggen, dat is natuurlijk ook precies wat er aan de hand is. Hè? Het midden van de samenleving wordt heel erg boos. Het midden van de samenleving is een hele grote groep. Hè? Ja. Dat is een groep van 80%. Ja. En die zegt, wat? Kom jij aan mijn braadworst, aan mijn hamburger? Ja. Ben je besodemieterd? Dat willen we niet. Ja. Nou, dat aanpakken, dat is ondenkbaar. Ja. Ja. Waarom is Trump populair? Dat heeft met deze dingen te maken. Ja. Kom niet aan. Hè? Ja. Dus het maffe doet zich voor. Dit zegt een Duitse filosoof, Peter Sloterdijk. Het is nog nooit in de geschiedenis voorgekomen dat de koning, als het ware, de koning was altijd conservatief, want die wilde zijn macht houden, dat de koning progressief is en het volk conservatief. Het volk is koning geworden, het wil al zijn privileges maar houden. Maar wie is in deze zin de koning dan, die dat progressief is? Nou, het hele maffe is, dat is dus een soort figuur als Paul Polman. Hè? En, dat, en dat bedrijf, dat is natuurlijk, hè, daar kun je ook van afvragen. Welk bedrijf is dat? Dat is Unilever. Oh, okay. Maar Paul Polman is een van die mensen die dus ook daadwerkelijk zegt, ja, het moet wel anders. Hè? Ja. En mijn bedrijf is ook nog lang niet helemaal oké, maar ja, ik moet vuile handen maken. Ja. Als je me dat niet toestaat, dan kunnen we net zo goed allemaal ophouden. Ja. Maar dit soort mensen is dus progressief. Kijk naar de paus. Hè? Een paus hoort ook bij de macht. Nou, deze paus heeft het begrepen. Die zegt, het moet anders. Ja. Zelfs secretaris-generaal van de VN, die zegt, het moet anders. Dus het zijn de topdogs die nu zeggen, zo kan het niet doorgaan. Ja. En het is dat hele grote midden van de markt dat het anders wil. Ja. Nou, kijk wat er in Europa gebeurt. Hè? Ja. Oostenrijk, net geen rechtse president. En wie was het? Spiegel, geloof ik. Ik zag een overzichtje van de verrechtsing van Europa. Het zijn die middengroepen die daar tegen zijn. Want een hele way of life, zoals hier is opgebouwd, waar niet een paar miljard, hè, maar waar honderden miljarden mee gemoeid zijn, kun je niet zo veranderen. Nou, dat is een dilemma. Dat pak je niet aan. Nee. Maar, ik bedoel, dat middensegment in die bevolking, die heeft natuurlijk ook op een bepaalde manier wel een punt. Weet je, zij kunnen. Ze hebben natuurlijk ook allemaal andere kosten behalve dat voedsel. Weet je wel? Ze hebben absoluut een punt. Ja. Ja. Dus daar zit het probleem. Daar zit helemaal het probleem. Want, want hun geluk, tevreden zijn, is gebaseerd op materiële welvaart. En de uitdaging is dus, hoe verkoop je die mensen geluk via immateriële welvaart? Ja. Hè? Dus zoals GroenLinks het noemde, we hebben een bruto nationaal gelukskwotient nodig. Ja, dat klopt. Nou, die zijn dus ook van die elitaire. Ja. Fuck you, zegt dat midden. Hè? Dus die partij wordt ook nooit erg populair. SP, die opkomt, echt ook voor die mensen. Hè? Gek genoeg voor dezelfde doelgroep als PVV. Wel. Hoe ga je dat immateriële geluk vinden? Mm-hmm. En daarin dat hele grote midden van de markt meenemen. Ja. Dat is de uitdaging van de 21ste eeuw. Ja. Want in consumentisme gaan we het niet redden. Maar de wereld is geprogrammeerd voor consumentisme. Hè? Ja. Laat dat duidelijk zijn. Al die mensen die het nooit gehad hebben, want dit kunnen wij heel makkelijk zeggen, vanuit ons rijke beste, hè, 2 miljard mensen. Nou, er zijn nog 5 miljard anderen die ook even willen. Ja. En gek genoeg, ik denk terecht, dat de Chinezen aanmerkelijk duurzamer denken dan wij. Ja. In alle onze arrogantie eigenlijk. Ja. Dus die willen eigenlijk ook een tijdje prins en prinses zijn. Daar gaat het om. Ja. Ja. Ga naar China. Hè? Het is ongelooflijk wat er in een jaar gebouwd wordt. Ik woon in Utrecht, waar dat hele centrum iedere keer anders is. Maar in China kom je in zo'n stad, dan is niets meer herkenbaar. Ja. Zo hard gaat dat daar. Ja. Nu even terug naar de kwestie van de boer. Je zei eerder al van, die gaan allemaal verdwijnen. Toen ik van het weekend dat stuk over van staatssecretaris Van Dam las, las ik ook ergens een zinnetje waarin hij zo tussen neus en lippen door zei dat de kleine boeren in Polen veel te veel subsidie krijgen. Daar moest ik een beetje om grinniken, want die krijgen natuurlijk relatief weinig subsidie ten opzichte van de grote boer. Maar hij vond toch dat die maar moesten wijken. En daar, als je het over mensen hebben die boos wordt, daar zit natuurlijk ook een boosheid. Hè? Dat die hele groep mensen die daar op een of andere manier hun leven op ingericht hebben en daar toch wat aan verdienen en van kunnen leven, dat die hun onafhankelijkheid daarmee ook een beetje verliezen en iets anders moeten gaan doen. Hoe denk je over die boerenbevolking die gaat verdwijnen? Wat betekent dat voor ook mensen in de stad?
Nou, je krijgt een enorme ontwrichting van het platteland. Hè, dus mm-hmm. de trek naar de steden wordt groter. Ja. Daar is niet noodzakelijk ook allemaal werk. Dus er treedt verpaupering op. Mensen die voor zichzelf konden zorgen, kunnen niet meer voor zichzelf zorgen. Mm-hmm. Dus dat sociaal is dat eigenlijk heel erg onwenselijk. Het is gewoon vergelijkbaar met wat in Afrika gebeurt. Ja. In Oost-Europa overigens bouwen zich met Europese subsidies enorme bedrijven op. Hè? Mm-hmm. Je hebt misschien gehoord van de grote kippenfabriek, hè? Ja, MHP. Nou, daar worden om die beesten te voeren tegelijk hectares bij elkaar gekocht in één hand. Dat gaat niet per 100 hectare. Mm-hmm. Dat gaat per 1000 mm-hmm. en zelfs 10.000 hectares. Ja. Dat bouwt zich daar op. Dus je ziet een enorme intensivering van de landbouw. En die hele dierlijke productie die verschuift die kant op. Nou, wat je ziet is wat ik dus net beschrijf. Wij merken er niks van. Mm-hmm. Want wij moeten toch gezellig biologisch en een worstje van om de hoek kopen. Ja. Nou, die gaan we vinden in de winkel. Mm-hmm. Die zijn zichtbaar, maar dat is 3-4% maagaandeel. Dan heb je het echt gehad. Mm-hmm. Er blijven hier ook een paar hele grote boeren over. Maar ik zeg wel eens gekscherend. Ik heb het wel eens gedaan op een boerenpodium jaren geleden. Ik denk dat er 100 boeren overblijven. Mm-hmm. En u denkt dat het er meer zijn. Ik denk dat het er minder zijn, zeg ik dan tegen zo'n boerenzaal. Hè? En ik meen het en ook nog. En wat vinden ze daarvan? Ja, dat vinden ze natuurlijk verschrikkelijk, want dit kunnen ze niet begrijpen. Ja. Hoewel ze het ook wel voelen. Ja. Want er is iets aan de hand. Ze voelen dat dit niet. Er is al iets heel lang aan de hand. Het is niet, het is niet dit. Nee, er is echt een structuurwijziging aan de gang. En dat weten ze wel degelijk. Maar het is zo grotesk en zo groot dat het te moeilijk is om daarover te praten. Nou, wat gebeurt er? Je hebt het over Van Dam. Het grappige is eigenlijk dat Van Dam een buitengewoon aardig VVD-beleid mm-hmm. heeft voorgesteld. Mm-hmm. En dat onder het mom van vergroening en ook met gejuich van groen. Ja. Dat is heel grappig, want men ziet het niet. Hè? Dus je zet in op innovatie. Wat een boer doet, is produceren en hopen dat hij een contract heeft met de overheid mm-hmm. die hem helpt als hij omvalt. Want daar zijn niet voor niks al die subsidies voor. Ja, ja. Dat schaffen we af. Dus we gaan hem geen inkomenssubsidie meer geven. Nee, we gaan hem subsidie geven voor vernieuwing, innovatie. Mm-hmm. Dat wil zeggen producten die geld opleveren. Dat is niet noodzakelijk dus een pot pindakaas. Nee. Laat dat duidelijk zijn. Maar dat moet wel iets zijn wat bijzonder is. Nou, wat is er nou bijzonder aan een aardappel, een kropsla of een tomaat, denkt een boer dan. Doe normaal, man. Ja. Dus dat komt niet bij elkaar. Ja. Dat komt niet bij elkaar. Nou, wat je dus zou moeten doen, heb ik ook geschreven, als je dit echt wilt, mm-hmm. dan is je grootste uitdaging, en dat verwijt ik hem ook, een stervensbeleid. Mm-hmm. Een stervensbegeleidingsbeleid te formuleren. Voor boeren. Voor boeren. Ja. Onze varkenshouderij is totaal uit zijn voegen gegroeid. Niemand lost het op. En 4000 man gaat gewoon dood. Ja. Zijn ook zelfmoorden. Ja. Ze zijn er. Ja. Dat is die iets. Zijn, en dat hebben ze ook zelf gedaan. Maar dat kun je niet zo laten. Want dit heb je als samenleving als geheel gedaan. Nou, hoe ga je daar nou mee om? Dat zijn vragen die er liggen. Maar dus even terug. Hè. Ik denk dat in Oost-Europa zijn inderdaad nog boeren. Daar is ex-minister mm-hmm. Veerman mee bezig. Mm-hmm. Hè. Toch wat integraties. Haal die boeren met 3 koeien bij elkaar. Mm-hmm. En maak daar grotere entiteiten van, zodat ze iets kunnen. Of dat iets oplost, nou ja, in die landen wel. Ja. In de Europese markt gaat dat niet heel veel oplossen. Ik verwacht er niet heel veel van. Nee. Maar wat kun je anders? Nou, wat kun je anders? Dat is dus inderdaad een landbouw op kapitalistische basis maken. Dat is wat nu in feite het voorstel is van een socialistische staatssecretaris. Ja. Die daarom in de rode hoed afgelopen zaterdag geprezen is. Want wat was het toch een fantastisch groen beleid. Hè? Mm-hmm. Dat is heel leuk. Ja. Niemand ziet dat die twee dingen opeens verweven Precies. zijn. Ik denk dat er nog een kans in zit ook. Mm-hmm. Maar je kunt zo niet met boeren omgaan. Nee. Dit is te schandalig voor woorden. Ja. Sociaal gezien. Nou. Het is heel complex. Ik zet het even zo neer. Ja. Nou, ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb natuurlijk een film gemaakt over boeren. Ik heb daarmee gereisd. Ik ben daarmee in Oost-Duitsland geweest. In een dorp waar ook een landbouwhogeschool was. In mijn film is niet uitgesproken positief over het boerenleven. Maar er zit een soort van hoop in. De hele zaal zat vol met jonge studenten. En die waren heel boos. Echt heel boos. En waarom? En toen ik met ze ging praten, toen bleek dat daar waren
Nederlandse boeren neergestreken die enorm grote boerderijen hadden neergezet. En die jeugd die waren geef... Waren dat melkboer? Ja. Ja, die zetten het op een melk, hè? Ja. Die gaan meteen op. Precies. Ja. En, maar wat gebeurde er nou? Ik sprak met één boer. Hij woonde nu op een boerderij wat van zijn oma is geweest. Want zijn ouders werden in het communistische tijd natuurlijk onteigend. En die werden staatsarbeider voor de boerenfabriek. Maar hij woonde nu weer op die plek. En hij zei tegen mij van, ja, ik ben een uitzondering dat ik hier zit. Want als je zegt, je hebt natuurlijk in boerenfamilies een soort cultuur dat het overgegeven wordt op kinderen. En dat is in die communistische tijd eigenlijk doorbroken. Het is niet vanzelfsprekend dat die kinderen daar weer op... Die culturen zijn stuk gemaakt. Ja, ja. Ja. Dus dat is één ding. En die jonge mensen die nu die landbouwonderwijs volgen, die hebben financieel nul middelen. Dus zij weten dat ze hun vak niet gaan uitoefenen. Ja. En daar zat die frustratie in, die is natuurlijk duidelijk. Ja. Omdat een aantal boeren hier in Nederland uitgekocht zijn met enorm veel geld, wat zij nooit zullen hebben. Ja. Ja, en dat was ontzettend schrijnend om te zien. Ja. Ja, dus dat die jonge generatie die best wel wil, hè, want heel vaak wordt er gezegd dat boeren niet willen, jonge mensen niet willen, maar dat is niet zo. Nee, boer zijn is ook een vorm van vrij zijn. Ja. En dat is dus ook wat aan de hand is. Hè. Dus die boer wil vrij zijn, ja. Die wil met zijn koeien op het land. Ja. En ik doe het nu ook, hè, zelfs om de discussie aan te jagen. Ja. Dat moet die boer helemaal niet doen. Die moet opgaan in integraties. Ja, dan verliest hij dus inderdaad zijn vrijheid. Ja. Met elkaar kunnen ze het niet. Hè. Dus boeren hebben last van de zogenaamde tragedie van de meent. Dus de tragedy of the commons. Ze maken altijd te veel, omdat ze elkaars concurrenten zijn. Nou, wat ze zouden moeten doen, is dus iets vinden om daar... Kijk, Cargill, dat is dus een van die grote graanhandelaren. Ja, uit Amerika. Die heeft satellieten hangen. Ja. En die weet precies op de wereld wat er gemaakt wordt. Ja. En die suffe boer, hè, want je mag het eigenlijk echt zo zeggen, die zou dus ook moeten kijken, wat wordt er nou eigenlijk gemaakt? Ja. Nou, hoe moeilijk is het nou om die systemen te kopiëren? Dat valt eigenlijk best mee als je dat samen wilt. Dus op de een of andere manier, hè, is de vrijheidsdrang van de boer zo groot dat hij zich niet op een slimme manier organiseert, zodat hij als een zwerm kan opereren en toch macht maken. Ja. En dat is eigenlijk het soort discussie wat ik... Hè, want zou je iets willen? Ik denk namelijk, hè, om dat ook even te zeggen, die grote megabedrijven zijn geen goede ontwikkeling, omdat we nog zoveel moeten leren van een wat ik noem moderne agro-ecologie, dat als je die hele grote dingen neerzet, die kun je niet meer veranderen. Nee. Dus je moet naar flexibeler vormen. Hè? Dus familielandbouw, dat begrijp ik, dat is voor mensen, dat is leuk, dat is sociaal. Maar ook ecologisch gezien pleit er iets voor kleinere units. Ja. Dus dat is kennelijk in het publiek belang. Niet alleen in het belang van jou als boer, maar kennelijk in ons publieke openbare belang. Ja. Dus dan moet je als overheid ook zeggen, hè, of als onderheid, want misschien is de onderheid eigenlijk wel een betere overheid geworden als de overheid het niet doet. Het is namelijk precies hetzelfde, want wij zijn de overheid. Maar dan moet je dus zeggen, hoe kunnen wij nou als zwerm organiseren? Dat doen boeren niet. Nou, hoe kun je dat toch thematiseren? En met moderne communicatietechnologie, die hier voortdurend op de achtergrond piept, is dat natuurlijk wel degelijk te organiseren. Ja. Maar dat gebeurt niet, want die boer heeft onvoldoende de snelheid die onze tijd heeft. Ja. En dat nekt hem. Want hij is zo geaard dat hij niet zo los is geworden, want dat hele los worden zou hem ook weer kunnen helpen. Ja. Dat is de rare paradox. Mm-hmm. Ja. Maar het blijft een ingewikkeld ding. Want als ik bij boeren dan langs ging, ze werken vaak 80 uur in de week. Hè. Het zijn enorm harde werkers. Ja. Nooit ziek? Nooit niet ziek, nee. Gewoon altijd door. En als je zeg maar wel eens bij iemand geweest bent waar het misgaat, hè, dan de eerste signalen zijn toch altijd, ze kunnen gewoon de rekening niet meer betalen. Dus op een gegeven moment gaan naar banken, veevoederbedrijven, die gaan voor hun bepalen wat er eigenlijk moet gebeuren. En dan zie je dat het gaat kantelen en dan kan het zo, woep, in één keer is zo'n boerderij weg. Ja. Dat gaat dan razendsnel. Ja. Hè, maar dat... Ik ken ook veel boeren die weer kleiner gegroeid zijn. Die dachten eerst dat ze groter moeten en nu gingen ze weer kleiner. En wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze van, ja, hoe groter je bent, hoe meer risico, je bent ook zo weg. Hè? Je verlengt je balans. Je verlengt je balans en je risico wordt dus heel groot. Je gaat meer maken. Je verlengt je risico. Je verdient veel minder. Ja. En je valt veel makkelijker om. Ja. Maar dat is dus ook met die hele grote bedrijven aan de hand.
Nou, nu in de melkveehouderij zijn dus inderdaad die enorm uitgebreid zijn, hebben gewoon onvoldoende kaststroom om zichzelf te bedruipen. En die vallen dus om. En daar zal dus ook, daar treedt dus ook een shake, hè, want die bedrijven zijn lekker goedkoop. Ja. Dus een ander die niet zo suf is geweest, die kan nou goedkoop die slag maken. Ja. En als die slim is, kijkt die dus, waar ga ik net niet over het randje heen? Ja. En zo vindt dus een consolidatie plaats. Die in principe niet slecht is, want je krijgt er minder boeren door. En minder boeren betekent dus minder irrationeel overproduceren. Maar zelfs met 600, hè, dus als we naar melkveehouders kijken, er zijn er 17.000. Heb je het opgelost bij 600? Ja. Maar ik weet het niet. Ik denk uiteindelijk, het is een ingewikkelde, moeilijke kwestie. Maar het zal uiteindelijk ook, je werkt ook met de natuur. En de natuur is niet heel erg voorspelbaar wat dat betreft. Ik ben benieuwd hoe dat ecologisch, zeg maar, voortgaat met die hele grote bedrijven. Want ik bedoel, hoe kleiner je boerderij, hoe flexibeler je bent, hoe makkelijker je kan switchen en kan aanpassen op alles wat er gebeurt met het weer en dat soort zaken. Dus dat zit er bij die grote bedrijven natuurlijk ook heel ingewikkeld. Er zijn twee problemen, hè? Grote bedrijven, als ze met elkaar zouden afstemmen, kunnen ze het aanbod reguleren. Ja. Dat kunnen ze zelf. Ja. En dat kunnen ze ook zonder dat ze door mededingingsautoriteiten aangepakt worden. Maar daar dus om overproductie tegen te gaan, is concentratie eigenlijk gewenst. Ja. Ecologisch is het ongewenst. Ja. En daar zit een spanningsveld. Omdat daar zeg maar geen diversiteit meer is. Ja, en bij de, dus om het ecologisch te organiseren, om het ecologisch beter te krijgen, heb je veel flexibeler units nodig. Mm-hmm. Nou, en zo moet je anders gaan. En dan die kleine bedrijven, ik ken ze ook. Ik ken twee kleiner gegroeide varkensboeren. Ik ken er wel meer trouwens, maar twee die kleiner gegroeid zijn. En de een hoop ik dat het verder goed gaat. En de ander, is er. Die heeft heel goed door, al veel langer, hoe dat economisch model werkt. Ja. Als je uitgaven beperkt. Ja. En je kunt leven van een heel beperkte verkoop. Dan gaat het werken. Ik ken in Frankrijk zelfs een varkensboer die leeft van 120 varkens per jaar. Mm-hmm. Nou, dat is zelfs in Nederland voor die kleine, dat wordt bijna ondenkbaar. Ja. Dat zijn mensen die wonen op 600 meter hoog, zien de Middellandse Zee en de Pyreneeën. Ja. En hebben dus heel veel immateriële welvaart. Ja. En heel bewust. Ja. Twee hippies. Ja. Oude hippies, ja. Goed. Tot slot, ben jij nou uiteindelijk een pessimist of een optimist? Nou, ik ben eigenlijk wel een beetje een pessimist. Ja. Maar je moet blijven lachen. Ja. Jaren geleden heb ik eens een verhaal verteld dat het helemaal fout ging met de wereld. En toen vroeg inderdaad dus degene die mij interviewde, slaap jij nog? En toen zei ik, ja, natuurlijk, want misschien vergis ik me wel. Ja. We weten nooit of we tot een oplossing komen, want misschien komen er wel. Hè? Dus we hebben in onze hele geschiedenis alles gedaan wat niet moest, want we hebben alle risico's genomen die we niet hadden moeten nemen. Nou, Nostradamus, hè, alle verhalen kennen we. Dat is al heel lang bij ons. Als je echt je verstand gebruikt en je gaat rekenen, dan zeg je, ja, nee, dit kan niet goed gaan. Ja. Dit kan niet goed gaan. Maar je kunt maar één ding doen, hè. En dat is, dan zeg ik altijd, het gedicht van de hoop van Václav Havel. Mm-hmm. En de woorden credo quia absurdum. Hè? Dus ik geloof omdat het absurd is. Als ik geen hoop meer heb, dan kan ik niet meer leven. Dus omdat ik ook een beetje dit heb, gaat het door. En je kunt erover praten. Nee. Ik heb een pessimistische blik. Mm-hmm. En ik heb ook niet meer ik heb ook niet meer de illusie dat je de wereld kunt veranderen. Het enige wat je kunt doen is het verleggen van die beroemde steen in een rivier. Ja. En of dat helpt, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval goed om dat te doen. Ja. En ontleen daar je geluk maar aan. Ja. En doe de goede dingen in je omgeving. Ja. Nou, dan geef je zin aan je leven. Dus zoiets doe ik. Dus ik ben een pessimist. En kan er prima mee leven. Om het bijvoorbeeld hier over met jou te hebben. Ja. En je intussen probeer je het helder te krijgen wat er zo aan de hand is. En intussen probeer ik dus dit soort dingen te articuleren. Yeah. En waar ik dus soms echt zo van doe. Hè, van, oh mensen. Dit is trouwens een mooi beeld van Wittgenstein, hè, de filosoof. Die zei, kijk, filosofie is net als een ladder. Als je in één keer opgeklommen bent, dan zie je, waar gaan al die boeken over? Hè, terwijl
En dan kun je hem weggooien, want het ging nergens over. Eigenlijk, als je al die elementen samen ziet, hè, dus je ziet hoe dat hele systeem in elkaar zit, dan zie je dus, ja, het is net als de metafoor van dat onbestuurde vliegtuig. We zitten in een systeem. En dat systeem, ja, is nou één keer dat systeem. En als je dat niet met z'n allen ziet, zal het gewoon zo blijven. Mm-hmm. En als je het zichtbaar probeert te krijgen, ja, dan gaan vanzelf mensen rationeel worden en andere dingen doen. Dat is dezelfde reden, hè, wat we hiervoor zeiden. Ja. Als je het makkelijk maakt om van hele hoge volumes met weinig marge te leven, dan gaan dingen mensen daar gebruik van maken. Als je dus dit inzicht neerzet, dan zijn mensen, denk ik, echt niet intrinsiek slecht. En dan gaan ze zeggen, ho, hier moeten we even wat aan doen. Ja. Want we zijn gewoon met heel veel te veel mensen. Ja. Dat is een ander probleem. Ja. Nou, dan zijn we best in staat om daar oplossingen voor te verzinnen. He, wij willen de wereld redden. Dat is onzin. Wij willen onszelf redden binnen deze wereld. Het maakt de wereld geen fluit uit. Echt niet. Ja. Niks. Die wereld die gaat gewoon door. Hij kan ook nog uit elkaar klappen. Dus ook, maar de natuur, ook het heelal is natuur. Hè? Ja. Dat gaat gewoon verder. Ja. Dus we maken onszelf misschien ook wel heel erg belangrijk. Mm-hmm. Want we gaan toch dood. Ja. En als je er zo naar kijkt, dan word je weer heel rustig. Hè? Ja. Dit is dus wat de oude Grieken noemden ataraxia. Hè? Dus die berusting van, nou ja, kijk, over mijn eigen dood kan ik me niet druk maken, want dat gebeurt toch. Moeten we onszelf dan collectief als ras in stand houden? Als soort? Is dat niet heel arrogant? Nou, en als je er zo naar kijkt, is er misschien gewoon een systeem, wat net als alle systemen, dat gaat zo, dat klapt een keer. En dan komt er weer wat terug. Ja, en hoe dat is, dat is de vraag. Wat een buitengewoon leuke vraag is. En die zie je in Star Trek. Hè? Dat is een van de meest dat zijn de meest intelligente tv-programma's ooit gemaakt. Want we hebben iets opgebouwd dat heet iets snappen. Ja. Dat is immaterieel. Wat blijft daarvan hangen? En wat doet dat? Ja. Dat is dus Watson. Hè? IBM heeft hem in een doosje gestopt. Dat heet Watson. Wat blijft daar nou van bestaan? Maar wat daar niet in zit, is wat mensen waarschijnlijk toch anders maakt. En misschien sommige dieren ook wel hoor. Dat is creativiteit. Wij kunnen hele rare sprongen maken. Waarschijnlijk kan een computer dat niet. Misschien is dit ook arrogant. Maar als die creativiteit in maar 100 mensen blijft bestaan, en er is Watson, en er zijn productiefaciliteiten om iets van onze levensvormen in stand te houden. Wat gaat dat doen in die nieuwe wereld? Ja. Met het besef van wat is fout gegaan. Mm-hmm. Dat vind ik ongelooflijk intrigerend. Mm-hmm. Goed. Dank je wel voor dit mooie gesprek. Dank aan jou.